Alle Teleservice 06-diensten zitten nu op één nummer. 069611. Blackjack. 069611. Het weer. 069611. Vrouwen bellen elkaar. 069611. Xavira. 069611. Je tijd. 069611. Tele Casino. 069611. Het nieuws. 069611. Spannende adressen. 069611. Doe het nu zelf. Welkom bij What's in Store. In het programma van vandaag laten we u twee nieuwe fantastische ideeën zien, waarvan wij zeker zijn dat ze u zullen verbazen en amuseren. What's in Store brengt u het allerlaatste in thuiswinkelen. Blijf kijken voor ons volgende programma. De nieuwe verbeterde Miracle Blade 2. Straks bij Cook's Kitchen. Genoeg van messen die gewoon niet snijden. De nieuwe generatie Miracle Blade 2 blijft absoluut vlijmscherp. De eerste keer, de vierde keer, elke keer. Plakjes snijden, geen probleem. Voorsnijden, geen probleem. Diepgevroren groenten, leer, zelfs staal. En dan kunt u zelfs nog deze rijpe tomaat snijden. U gaat garneergeheimen ontdekken en de Miracle Blade kan zelfs in dit drie dubbeldikke stuk marmer zagen. Sluit u aan bij de meer dan 4,5 miljoen gelukkige bezitters die het laatste mes dat u voor uw keuken nodig heeft al hebben aangeschaft. Ontdek de volgende generatie Miracle Blade 2. Dat is hier uw gastheer van Cook's Kitchen, John Cook. Ondanks dat er tegenwoordig zoveel keukengerei, mooie apparaten en snufjes verkrijgbaar zijn, zeggen de meeste chefs dat het nog maar één stuk keukengereedschap is wat ze niet zonder kunnen. Een goed scherp mes. Een vrouw zei laatst, een goed mes is net zo moeilijk te vinden als een geschikte man. Tot op heden. Ik ben John Cook, de gastheer van Cook's Kitchen, en we gaan zo meteen een demonstratie bijwonen van een ongelooflijk snijwerktuig, de Miracle Blade. Kom er maar bij staan. U mag trouwens best tegen het werkblad aanleunen, zodat het gangpad vrij blijft. Zoals ik eerder al zei, dit is mijn manier van adverteren. Mijn manier om bij u thuis en in de keuken Miracle Blade te introduceren. Een heel speciaal mes. Zo speciaal dat het een garantie voor het leven heeft. Ja, daar staat het. Ik wil dat u dat leest. Als dit mes ooit beschadigd of bot wordt, zelfs als de beschadiging uw schuld is, doet er niets toe. Stuur het terug naar onze fabriek en we vervangen het gratis voor u. Nou, uw schuld wil dit zeggen, lieve dames. U laat dat mes in de vuilnisbak vallen. Dat is uw schuld. Maar u krijgt een nieuw. Als u het in de oprijlaan laat liggen en een idioot rijdt er met een stoomwals of tank overheen, raap de brokken op, stuur ze terug. U krijgt een nieuw mes. Het heft is van DuPont plastic. Bijna onverwoestbaar. Kan in de vaatwasmachine. Het lemmet is van roestvrij staal. Verhard, duurzaam en het heeft een levenslange schriftelijke garantie. Ja, het is scherp, maar daarom is het nog niet bijzonder. Wat dit mes zo speciaal maakt, is dat we het een schriftelijke levenslange garantie geven. Zuinige mensen zijn gek op dit mes. Dit is het mes. U kunt een tomaat zo dun snijden, nou één tomaat kan de hele winter mee. U heeft geen idee hoeveel geld u kunt uitsparen. Je hebt echt een scherp mes nodig om een tomaat zo dun te kunnen snijden. En hoor eens, als u een kip in stukken wilt snijden, geachte dames, dit is een mes dat recht door het bot heen snijdt. Botten, lamsbotten, runderbotten, vis. U zult dit mes nooit bot krijgen. En kijk eens hoe buigzaam het lemmet is. Heren, u wilt vis fileren? Hij rolt recht uit zijn vel. Die vis zal in de emmer rondzwemmen en hij zal aan de griep overlijden voordat hij weet wat hem scheelt. Nou, ik liet net zien hoe scherp dat mes is als het nieuw is, maar daarom sta ik hier niet. Ik ga u laten zien hoe scherp dat mes blijft en ik ga wat biefstuk snijden. Oeh, ik hoop maar dat u, als u na een lange dag van uw werk thuis komt, niet zo'n taaie lap vlees op uw bord heeft. Dit is een halve centimeter dik schoenleer. Voor zolen, voor herenschoenen. En kijk eens naar dat mes. Ga door dat schoenleer heen alsof het boter is. Ik weet wel dat u geen mes nodig heeft om schoenleer mee te snijden, maar dames, wat vindt u van een mes dat zo scherp is? Wilt u kip snijden? Gaat zo door kippenbot, hambotten, lamsbotten, runderbotten, diepvriesausijsjes, koteletjes, biefstuk. Ik daag iedereen uit. U gaat naar huis en pakt het beste mes uit de keuken. U doet wat ik probeer te doen.
en probeer door te snijden wat ik zo ga doorsnijden. De beste test voor een mes moet wel een rode, rijpe tomaat zijn. Ik bedoel, heeft u ook wel eens van zulke dagen? Haalt het beste mes uit de keuken laat, heeft capsones, hè? Zo lukt het niet, dus u probeert de lange slag. Lukt ook niet, dus dan maar prikken, hè, als hij er maar aan gaat. Hé, ik kijk laatst naar mijn schoonmoeder, die had er ook zo een. Oh, jongens, ik smeekte gewoon. Ja, ik bedoel dat ze voorzichtig was, want ik houd van mijn schoonmoeder. Ja, echt, haar dochter is degene die ik niet kan uitstaan. Maar even serieus, nou, dit vind ik het leukste deel van de demonstratie, en wel hierom. Ik draag dit op aan alle twijfelaars. Mensen, als ik hiermee niet één van mijn messen aan u kan verkopen, dan wil ik die klant die ze niet eens. Kijk eens even goed naar de kop van deze hamer. Ik probeer niet leuk te doen, ik probeer iets duidelijk te maken. Kom er allemaal dichtbij, zodat u alles goed kunt zien. Ik doe dit alleen maar om iets duidelijk te maken, dus ga nou niet thuis de uitlaat van uw auto proberen af te zagen, hè? Wat ik probeer te laten zien, is dat als ik zeg dat u diepvrieseten kunt doorsnijden, ik het meen. En ik bedoel diepgevroren hamburgers, saucijsjes, coteletjes, biefstuk. Daar moet u dit mes voor gebruiken. Ik mishandel dit mes binnen 10 seconden meer dan u ooit bij 5 jaar gebruik in de keuken zou doen. En dat wou ik maar zeggen, u hoeft me niet te geloven. Sommige mensen doen dat niet. Maar of u nou gelooft wat ik zeg of niet, kijk zelf maar even. Over de hele lengte. Het schaafsel ligt niet. Dat moet ergens vandaan komen. Dat komt of van dat mes of van de hamer. Eén van de twee. U mag het beoordelen, maar ik zeg u dit. Als u zoveel metaal van de rand van dat mes afhaalt, wat gaat u er dan mee snijden? Pindakaas? Hé, ik garandeer u. Elke keer dat u dat mes pakt, het kan maar niet schelen of u struiken in de tuin heeft staan snoeien, of verwarmingsbuizen of koperen buizen heeft doorgezaagd. Mensen, elke keer als u dat mes pakt, snijd het op precies dezelfde manier. Of het nou vandaag is, morgen, volgende week of volgend jaar. Iedere keer dat u het gebruikt. Maar wacht. Oh, wacht even. Ik zal u iets laten zien. Dit is heel speciaal. Trouwens, wie kan me zeggen wat ik niet met dit mes ga doen? Ziet u iets opvallends aan de manier waarop ik het brood snij? Juist, ik knijp het niet fijn, inderdaad. U hoeft mijn mes niet te kopen, geen probleem. Maar u zult er wel spijt van krijgen. Op kerstochtend haalt u uw dure mes tevoorschijn en gaat u in de keuken van die pieterige broodballetjes maken. Maar dan ziet u vast mijn gezicht in uw dromen verschijnen. Ooit zo'n dag gehad waarop alles tegen zit? Familie in de zitkamer, u staat in de keuken het brood uit te rekken. Wel, het leukste van mijn demonstratie is dat u de messen niet eens hier van mij hoeft te kopen. Maar als u het wel doet, spaart u geld uit en ik zeg dank u. De Miracle Blade is erg voordelig en hij is iedere cent waard, geloof me. U hoeft nooit meer een ander mes te kopen. Maar als u vandaag een klein bedrag bij mij uitgeeft, besteed ik dat 5 keer bij u terug. Kijk wat ik doe. U koopt het eerste mes en dat is het enige wat u hoeft te kopen, want ik geef u het tweede mes er gratis bij. Nu heeft u er één, hou uw geld nog even in uw zak, één voor uw vistuig, uw caravan en één die in de keuken blijft. U heeft er al 2 voor de prijs van 1. U krijgt ook 1 van de schilmesjes. Kijk, het lijkt wel een scheermesje met een heft. Dun, scherp, buigzaam. Ik geef u zo'n ding. Gratis. Het kleine spiraalmesje. Maar wacht, ik heb nog veel meer. Het wordt met de minuut beter. Het kleine spiraalmesje. U krijgt er zo eentje cadeau. U weet wat dat is. Dat is het dingetje waarmee je van die speelgoedaardappeltjes kunt maken. Volgende keer dat u iets in de oven braadt, doe ze er ongeveer een half uur voordat het gaar is bij. Prima garnering. Of u steekt de uiteinden met een tandenstoker aan elkaar vast, doe ze in de frituurpan. Als u ze eruit haalt, pakt u een beetje parmezaanse kaas of peper en zout. Verrukkelijk. Goed, ik geef dit apparaatje er ook voor niets bij. En dit, de kinderen zijn hier dol op. Dit is het kleinste en snelste vruchtenpersje ter wereld. U steekt dit apparaatje zo in het uiteinde van een sinaasappel, een citroen, een limoen of een grapefruit. En daar zit hem de grap in. Zo werkt het. Let goed op, want mijn moeder kende dit ding niet. Ik moest hier 3 dagen opzuigen voordat ik het sap eruit kreeg. Kijk, u moet dat stuk schilder daar uithalen, anders verstopt het gaatje. En kijk, nu draait u dat daar weer in terug en dan hoeft u alleen maar te persen. U perst sinaasappels en u heeft sinaasappelsap. Hé, hey, voor limonade perst u limoenen. Als u krokodil uitperst, krijgt u misschien krokolade, wie weet. Maar hoe harder u perst, hoe meer eruit komt. Wil iemand wat citroen voor de vis? Limoen voor in het zoetzuur? Hey, wat je noemt een zure haring, nietwaar? Hij is nog een beetje groen. Goed, ik geef u 2 van die dingetjes. U kunt er heel wat plezier van hebben. Wat vindt u ervan tot nu toe? Gaat wel? Hé, wacht, wordt met de minuut beter. Laten we nou iets aparts doen, want u vond mijn garneringen toch leuk, hè? U vond mijn palmboom en mijn vis toch leuk, nietwaar? U kunt ze zo maken. Het staat allemaal in dit boekje. En er zijn plaatjes bij voor de heren en beschrijvingen voor de dames, dus iedereen kan het gebruiken. U krijgt het garneringsboek gratis. En heren, wat doet u wanneer u thuis dat klusje moet opknappen? U doet toch niet wat ik doe, hè? Pakt het mes uit de keukenla en verbergt het. Maak u geen zorgen, dit mes is voor u. In de gereedschapskist. Het klusjesmes, u kunt tegels mee snijden of struiken mee snoeien. U krijgt het klusjesmes voor niets. En wacht even, wat dacht u hiervan? Houdt u van vissen? Mondreclame is de beste. Heeft u ooit van dit mes gehoord?
Ons fabrikaat. Wat maakt het nou zo bijzonder? Hetzelfde speciale metaal en de buigzaamheid. Kijk, kijk eens hoe dat lemmet buigt. U zult het ideaal vinden. Wilt u zien hoe het kan fileren? Dit is een mes waarmee u vis kunt fileren. Trouwens, de meeste van mijn vissen zijn nogal klein. Ik moest leren om ze 2 keer te fileren. Je hebt een scherp mes nodig om zo te kunnen fileren. U krijgt dit 15 centimeter lange fileermes. En dit is de laatste prijs. En weet u, ik zou dit voor iedereen willen doen, maar jammer genoeg kan dat niet. Maar zolang als ik ze nog in voorraad heb, geeft u mij een redelijk bedrag en vindt u het dan erg. Als ik u nog eens 4 messen cadeau geef, geef ze niet weg. Dit is een volledige set steek- en klusjesmessen. Ze zijn precies hetzelfde als de grote messen, alleen kleiner. Ze hebben hetzelfde lemmet, hetzelfde heft, dezelfde levenslange garantie. Dit krijgt u allemaal als u ze nu neemt terwijl ik ze nog in voorraad heb. Niet 1, u krijgt 2 Miracle Blades.